Prato. Dat is een voorstadje van Florence. Ja, misschien kan hij langskomen. Aan Jules te zien, zou jouw man, je moet naar Italië. Nee, want ik ben bezig. Kijk maar, hier, die zit er al in. Oh, ja, nee. Is een Nederlandse? Ben ik overheen gestapt. Is die overheen gestapt? Ja, die angst van die tandarts die ik had, en dat komt ook door die schooltandarts op de lagere schoolvloer. Dat was zo'n marteling. Ik nam mezelf voor, als ik het ooit voor het zeggen krijg, ga ik nooit meer naar de tandarts. Nee. Nou, dat heb ik 1 jaar of 20 volgehouden. Ja. Maar nu ben ik daar dus overheen gestapt en nu zit de helft er al in. En ik heb nu een uitstekende tandarts. En ik ga, als die terug is met vakantie, ga ik weer onmiddellijk sta ik als eerste bij me op de stoep om de andere helft te laten doen. Ja. Want ja, kijk, op een gegeven moment wordt het te gek, hè? Ja. Want het ging om die ene tand hier vooraan, die brak af. En toen hoorde ik ook aan mezelf, misschien andere genezen, maar ik wel. Op het podium ook ging ik staan. Nee, slissen en raar fluiten als ik bij een S en zo. Ik denk, nou, dat ken ik niet langer meer, hè. Ik kan het hier vandaan ook erg goed zien, hoor, Jules. Ja, ja. Het is toch een fietsenstalling, hè? Nou ja, deze fiets met een brede band kan erin. Ja, zeker. De Benzo met dikke banden. Dikke banden. Dit is er een voor de Benzo met dikke banden, ja, inderdaad. Je had Ger al trouwens van Benzo met dikke banden. Ja, ja. Ja. Huip van de Hoek, waar woon je, Huip? Ik woon in Jakarta. Al 9,5 jaar. En hoe bevalt dat? Uitstekend. Ik wil ook niet meer terug. Hè? Wat doe je daar? Ik ben de eerste 5 jaar ben ik commercieel directeur van Friese Vlag geweest. Daarna van Ankerbier, dat zegt u niks. En de laatste 5... Houd die knots een beetje rustig. En dan moet eruit. En ik ben daar bij 1 mei ben ik daar gestopt. En toen ben ik filmacteur geworden voor 5 maanden. En ik ga volgende maand ga ik weer bij een andere firma werken. In een Indonesische film? Ja, in een Indonesische productie. Het gaat eigenlijk over de Indonesische Jeanne d'Arc. Nee, was jij dat? Bijna. De Indonesische Jeanne d'Arc. Ja, ik heb mijn pruik niet op, joh. Wacht even. Jij moest natuurlijk zo verschrikkelijk Toeman Belanda spelen. Ja. Ja. Ah, jij speelde een Nederlander. Ik heb generaal Van Heuts gespeeld. Ja. In die film. Niet aardige man. Prima ja, film. Toch. Ja, hou ik van. Ook in dat Indonesische scenario, een aardige man. Ja hoor, helemaal. Nou, niet echt. Wij zijn 6 weken, 7 weken in Aceh geweest, Banda Aceh. Dat hebben we wat slordig achtergelaten, maar wie let erop? Weet je van die losse ledematen overal? Ja, maakt het niet. Huip, heb jij heimwee naar Nederland, na die 9 jaar Indonesië? Nee, ik kom niet meer terug, als het even kan. Wat doe je dan? Ja, dan blijf ik daar. Wat doe je hier dan? Hè? Nou, even bij jou bezoek, weet je wel. Nou, gezellig, hè? Huip, waarom Indonesiërs maken altijd een vriendelijk indruk als je ontmoet? Indonesische mannen glimlachen altijd. Heb jij nou na die 9 jaar enig idee hoe dat komt? Ja. Indonesië land, mooi land, schitterend land. Jij bent er geweest, ja? Schitterend land, hè? Ja, absoluut. Altijd zon. 'S Ochtends sta je op, hup. Zon. Hoef niet te denken, het regent of wat dan ook. Ik vond het wel een nadeel, hoor. En de mooiste vrouwen ter wereld. Ook nog. Dus daarom glimlachen ze altijd. Daarom glimlachen ze altijd. Jules is er geweest als dichter. Ja. Ja. Hoe vond jij het? Nou, ik ben dus alleen op Java geweest. Jakarta, hè? Ja. Ik vond dat er 's avonds vrij weinig te doen was. Nou, daar had je met mij mee moeten gaan. Ja, oké, goed. Ik wist niet dat jij er woonde. Maar... Jij hebt daar last gehad met, vanwege het feit dat je stimulerende middelen gebruikt. Nee, ik heb geen last gehad. Nee? Nee. Vonden ze het goed? Nou, ik heb het er niet over gehad. Met de Indonesische overheid. Ben ik dus geheel verkeerd ingelicht? Dus. Nou, ik heb internationale ervaring wat betreft last met... Maar niet in Indonesië? Nee, niet in Indonesië. Duitsland? Duitsland. Ook in Frankrijk. Frankrijk en ook in Engeland. Ja. In Engeland heb ik het zelfs zover geschopt dat ik daar ook voor een maand achter de tralies heb gezeten. Ja. In Brixton Prison. En daar ben ik trots op. Ook in Londen? Ja, ook in Londen. Zeker. Arend zat daar in Wimbledon, dat is ver van Brixton, hè? Ver van Brixton. Nee, ik denk dat Arend toen aan het tennissen was. Zijn er in de klas, dit is een klas met nogal wat mensen die naar het buitenland zijn gegaan. Nogal wat geslaagde mensen, zoals dat heet. Eigenlijk iedereen. Zijn er meer die de moderne middelen, zoals dat heet, gebruiken? Caspar, hè? Jij kent ze ook, hè? Ja. Hoe lang al? Nou, lang genoeg. Denk ik. Hetzelfde spul als Jules gebruikt? Jules en Matzo, ja. Ja? Ja. En wat ben je geworden? Hetzelfde, maar dan in het klein. Dichter? Ja. En ook een beetje optreden en zo. Heb je gedichten bij je? Ja. Kun je er 1 doen? 1.
Ja? Ja, dat kan ik doen. Doe maar. Oké. Pak ik even het boek erbij. Ja, uit het kastje. Ja. Had het gevraagd, hè, wat mee te doen. Ja, daarom. Ik weet het trouwens wel uit mijn hoofd, maar niet tenminste, zal ik het toch even bijpakken. Kast van de andere dichter in de klas. Ja. Snelgaande jaren. Ik ga eens even de binnenkant bekijken. Nooit meer teruggezien. Chrysanten in de oostelijke tuin. Kwartjes vinden, speukjesrapers vliegen als een schaduw heen. Aan de uitgang zure bommen. En onder een steen in het binnenland van Patagonië. Een kaartje van vooroorlogskarton. Waarop de woorden Going Down Fast, Amelia E. Dat is het. Hoe vind jij zijn werkshow? Jij kent hem als Rotterdamse. Ja. Nou, ik kijk. Omdat hij dus later is gaan publiceren, heeft hij dus steeds over zich heen gekregen van ja, dat het dan op mijn werk zou lijken en zo. En ik bedoel, wat ik onzin vind. Maar ik heb dus altijd gezegd dat voor zover ik hem heb beïnvloed, heeft hij mij evenzeer en evenveel beïnvloed. Ja. Zien jullie elkaar nog vaak? Ja, we zien elkaar nog geregeld, ja. Kobi de Jong, jij hebt als advocaten in Parijs een speciaal groepje heren verdedigd. Vertel daar eens van. Ik verdedig veel heren, maar ik vermoed dat u het heeft over de twee heren H. Die daar op een gegeven moment dus zijn gearresteerd in verband met de zaak H. Want het zijn drie H's voor mij. Ja, de zaak Heineken. Ja, drie H's, ja. Het komt erop neer, Kobi. Ja. Jij hebt de Heineken-ontvoerders verdedigd als het ging om de uitwijzing naar Nederland. Ja. En ik ben ook in Nederland geweest, om te pleiten in Amsterdam. Ja. Ja. Heb je nou als advocaat, ik ben een leek, moeite met het feit dat het die mensen zijn die dat gedaan hebben om ze dan te verdedigen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is een probleem. Dat heb ik me nooit hoeven te vragen, want ik ben dus, en ik zeg het iedere keer weer opnieuw, jurist en geen moralist, maar in deze zaak specifiek speelde alleen maar het recht een rol. En ik moet ook zeggen dat als jurist in ieder geval blijf ik nog steeds de mening toegedaan dat dus de mensen toen Nederland af heeft gezien van het uitleveringsverzoek de eerste keer, dat Nederland in feite juridisch technisch niet correct heeft gehandeld. Dat het politiek misschien verantwoord was omdat men er een principe van wilde maken. Maar als ik jou vraag, heb je moeite met het verdedigen van mensen die dat gedaan hebben? Het was niet mijn probleem, het ging mij... zuiver over een aantal juridische... Het recht, ja, want we zijn in een rechtsstaat en die rechtsstaat moet gehandhaafd blijven. Jij zegt, je bent juristen, je bent geen moralisten. Nee. Zijn er toch mensen die je niet zou willen verdedigen? Zodra het menselijk leven niet aangetast wordt, zodra er geen messen zijn en als mensen niet verwoest worden, dan vind ik, dan is het mijn taak om de mensen te helpen en niet om ze er nog dieper in te brengen. Mooi gesproken, advocaat, ja. Zeg, wie is er nog meer advocaat geworden? Hugo is advocaat geworden, ja. Heb jij wel eens wat met Jules te maken gehad als advocaat? Ja. Daar kan ik natuurlijk niet over praten. Oh, mag ik niet over praten? Nou, ik toch wel. Jawel. Want, de cliënt is aan het woord, zou ik zeggen. Nee, durf je te zeggen? Jawel. Wat is het geweest? Een huisuitzetting. Een huisuitzetting. Ja. En ik ben eruit gezet. Ja. Jules moest eruit. Ja. Je hebt verloren. Ja, zeker. Ja. Uiteindelijk voor je schoolvriend. Ja, hebben we nog wel even over gepraat. Dat is nou helemaal weer goed. Verder, maar... Ja. Nou, het is dus zo dat uiteindelijk zo'n huiseigenaar altijd wint, hè. Maakt niet uit hoe goed je advocaat is of wat dan ook. Je wint altijd, je kunt een paar jaar rekken, maar je bent altijd een lul. Je hebt het Hugo niet kwalijk genomen dat hij de zaak verloor? Nee, maar nu heb ik nog een zaakje voor hem. En als ze die verliest, dan gaan we dus... Dan gaat het op de helling, hè. Aan welke leraar hebben jullie sterke herinneringen? Biene! 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 Zullen we hem binnenhalen? Ja, Biene, ja. De leraar Engels van de Berg Singel ABS, Henk Biene. Komt u maar. Wat? Hey. Applaus. Dan weer binnen. Dank. Gaat u zitten. Hey. Ja. Hoe komt? Ja, zeker. Ja, ja. Hoe komt het dat ze je allemaal zo'n aardige leraar vinden? Mazzel. Mazzel? In de tijd dat het een strenge school was, met allemaal oude leraren, was ik een van de jongsten. En een populair vak. In Engels kon niet mis. Nee. En... Nou, geen aardige, maar vriendelijke leerlingen. Meneer Biene, in die tijd deelde u met de jongens en de meisjes de poëzievoorkeuren. De jazzmuziek speelde een grote rol. Bij ons wel. Ja. Misschien niet bij allemaal, maar bij een aantal van ons wel. Hebt u... En dat is nog altijd. Zeg. Mm-hmm. Hebt u in Amerika Chet Baker wel eens gezien? Wij waren in Miami met vrienden van ons.
in een jazzcafeetje en daar kwam Chet Baker binnen. En die kerel die blies alle sterren van alle hemels af. Ja. Hij heeft met Chet Baker gepraat, hè? Ja. Jij niet, hè? Nee. Nee, maar eens was je 9 jaar. Dat vind ik zo'n mooi verhaal. Ja, dat, op het, zo dat ben ik daar aangekomen. Hoe kwam jij aan Chet Baker? Nou, toen gaf mijn zus een feestje. Die werd toen 18, geloof ik. Dus ik was een jaar of 10, ja, 19. En dan gaven ze zo'n feestje en dan gingen mijn ouders naar de Schouwburg, bij wijze van spreken. En dan mocht ik er bij blijven tot 9 uur of 9:30, dan moest ik naar boven. Hè. En toen kwam er op dat feestje onder de genodigden, bevond zich ook een gozer, die was pas in de States geweest. Nou, toen de tijd, als je een week naar de Ardennen ging, dat was al wereldnieuws, hè. Maar toen was hij in de States geweest. Hè. Dus die gozer die kwam daar ook binnen, helemaal op en top Amerikaan natuurlijk, gelijk in mijn ogen. En die had 2, ja, langspeelplaten bij zich. Was ongehoord. En er was er één bij van de Jerry Mulligan kwartet, met Chet Baker. Ja. Maar ook één van Chet Baker, waarop hij ook zong. Ja. En ik vond, ja, ik was in die tijd nauwelijks toe aan die Dutch Winkelers band, toen een jaar of 10, een beetje. Maar dus ik vond het wel rare muziek, maar ik hoorde wel dat het niet niks was. En die harde kartonnen hoes, en ik weet wel dat ik daar bij die pick-up heb gestaan, daar met die kartonnen hoes in mijn handen. En god allemachtig, dat was wel wat. En die stem van die Chet Baker, zoiets had ik nog nooit gehoord. En dat maakte zo'n diep. En toen moest ik op een gegeven moment werd ik naar boven gestuurd. Toen heb ik nog, tot mijn ouders thuis kwamen, uren boven aan de trap zitten luisteren. Want ze draaiden ook alleen maar die 2 platen. En toen is er iets in mij wakker geworden, wat ook nooit meer is ingeslapen. En dat is dat, ja, dat vertolkte die Chet Baker toen. Een soort van onvervulbaar verlangen. En dat heeft hij nog steeds, want ik heb hem laatst nog gezien in Rotterdam. En hij ziet er niet meer uit. Nee. Maar hij speelt inderdaad mooier dan ooit. En, ja, hij hebt dat nog steeds. Dat onvervulbare, ja. En dat is wat hem bezighoudt en dat is wat mij bezighoudt. Jules, ben je nou geworden wat je altijd hebt willen worden? Ja, toch wel, uiteindelijk wel. Toen ik nog kleiner was, had ik ook toen wou ik... Ik kan nog een spijker recht in de muur slaan, maar dan wou ik ineens machinist op een schip, was het dan ineens. Maar ik heb nooit die rare behoefte gehad om melkboer te worden of om politieagent te worden. Dat niet. Nee. Ja. Maar en toen ook nog eens een tijd, ja, toen van die school afkwam, wat ging ik nou studeren? Engels of Nederlands? Dan zou ik dan Engels gaan doen, kijk nog een boekje van hem. En toen ging ik ineens Nederlands doen. Dat was een desillusie. Die zware tering. Ja. Maar goed, daar is ook niks van terechtgekomen. Want ik bedoel, ik ben op mijn 12e gaan schrijven. En wat mij betreft was het vanaf het eerste woord, was het ernst. Dus ik wist, en ik heb allerlei krankzinnige baantjes gedaan. Hè, we hebben op de groenteveiling gestaan, noem maar op, en bij Vergenteloos. Maar voor mij was dat maar tijdelijk, want ik wist wat ik was. En dat ben ik gewoon nou nog. En het brengt nu zelfs poen op. Ja. Dat wil je wel vertellen. Is er iets dat daarboven uitgaat, boven wat je geworden bent? Als ik zeg, Arie. Ja, ik heb een dochter. Ja. Ja. Is dat meer dan literatuur? Nou, dat is literatuur in praktijk, hè? Laat het zo maar zeggen. Ik heb een gedicht geschreven voor Arie, dat wou ik wel even doen. Ja, voordat doe we eruit gaan. Hoe klein is Arie nu? 2,5 jaar. Doe even het gedicht voor Arie. Nou, dat heet dus voor Arie. Lieve Arie, wees niet bang. De wereld is rond en dat is hier lang. De mensen zijn goed, de mensen zijn slecht, maar ze gaan allen dezelfde weg. Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Je komt uit het water en gaat door het vuur. Daarom, lieve Arie, wees niet bang. De wereld draait rond en dat doet hij nog lang.